Hey, leuk dat je kijkt naar Festival TV. Is de favoriete film van Marco Bezzato en Huub van der Lubbe al voorbij gekomen? Vandaag is het de beurt aan zanger Spinvis. Zijn favoriete film is De Komst van Joachim Stiller. En ze zeuren en schreven en je kop zit klem. Waarvoor heb je deze film gekozen? Om te laten zien aan het publiek. Omdat het een film is die je nooit meer zult zien. Hè, vanwege, onder andere vanwege het tempo en de filmtaal die zo vreemd en oud is. Waarom is mij, Freek Groeneveld, dit ongelofelijke avontuur overkomen? Tot dusver was er niets of niemand mijn rustige vrijgezellenleventje komen verstoren. Ik had een goede betrekking als stadsredacteur bij de vooruitstrevende krant De Scheldebode en schreef romans die een vrij behoorlijk succes kenden. Ik had geen vijanden. Ik wenste mijn medemensen oprecht het beste, maar ik wou ook mijn innerlijke wereld beschermen tegen om het even welke aanranding. En daar was ik uitstekend in geslaagd. De vraag was, wat is jouw favoriete Nederlandse film? En toen ging ik echt eerlijk nadenken. En wat is nou de film die me het meest gevormd heeft of indruk heeft gemaakt? Nou, dat is toch wel deze film, ondanks dat ik hem nu anders zie. Er is een soort geheim in die film wat helemaal niet wordt opgelost. Er is een constante spanning en een rare romantiek. Die ook helemaal niet. En ik merk gewoon dat ik nu nog steeds in mijn muziek of in mijn teksten dat soort... geheimzinnige romantiek probeer te beschrijven. Ben ik nu helemaal gek aan het worden? Die postzegel, die moet al meer dan 40 jaar ongeldig zijn. Zeg, hoe is het mogelijk dat ze die bij de post hebben geaccepteerd? Ik zal even die stem afkijken. 11 september 1919. 1919? Ik ben gek. Deze brief werd meer dan 20 jaar voor mijn geboorte gepost. Het is nooit leuk om een eigen film terug te zien. Dus... Bent u niet tevreden met het resultaat? Nee, het is niet kwestie dat je niet tevreden bent of wel tevreden. Het is nooit... Je kent elk moment van zo'n film. Je kunt dat niet op een normale wijze bekijken. Je kunt niet vergeten alles wat daar rondhangt. En als je zelf gesneden hebt, dan is het helemaal niet zo... Het is een rare ervaring. Ik kijk niet graag naar mijn eigen films. De film blijft altijd voor mij van heel veel waarde. Maar ik heb een... Je kunt hem nu weer anders zien. De schrijver toen, die toen nog leefde, de Hubert Lampo, die had mijn vorige film gezien, die heet Malpothuis. En die had gewoon gezegd, die man moet mijn bekendste boek verfilmen. En dat was een zeer bekend boek toen. Ja, had u de film al eerder gezien? Nee, de film niet en de televisie ook niet. Maar je speelt er wel de hoofdrol in, een van de hoofdrollen. Ja, maar dat heb ik heel vaak in mijn leven. Ik had een heel filmfestival net in Duitsland. Met een film die ik gemaakt had en waar ik me niet eens herinnerde dat ik hem gemaakt had. Ik hou heel erg van dit soort films. Wat erbij komt is dat je merkt dat de beeldtaal en de, wat ik al zei, tempo, is, het verandert zo snel. En de mensen moesten ook wel lachen. Zo, hè, van, maar ja, toen ze, het is ook wel, over 20 jaar lachen we, of hoor je dezelfde lach van films die nu worden gemaakt. Simon, jij bent het. Ik moet je spreken. Nu? Ja, het is heel dringend. Oh, nee. Freek. Ja, momentje, ik kleed me aan. Kom dan naar de muze. Oké. Ik wacht op je, hè? Ja, afgesproken. Oké. Ik herinner me de grote scène met de schilders. Dus de tentoonstellingsscène, dat ik daar vreselijk ziek was. En ik heb nu geprobeerd om te kijken of ik dat kan zien, maar dat kan ik dus niet zien. Ik had echt 40 graden koorts. En ik herinner me, idioot genoeg, het allereerste en het allerlaatste beeld. Waarom weet ik niet. Ga je deze film nog een keer gaan kijken? Nee, ik heb wel. Ik heb hem. Nou, ja, maar dan over 20 jaar weer. En dan ben ik benieuwd hoe ik dan weer veranderd ben. En dan weer over 20 jaar. Eens kijken hoe je het dan weer ziet. Thank you.